Meer dan 700 militairen staan langs de route naar de kerk. En er is een minuut stilte voor prins Philip. Niet alleen langs de route, maar in het hele land. Philip overleed vorige week. Hij was heel oud, 99 jaar. Het is een trieste dag voor de Britse koninklijke familie. En natuurlijk vooral voor de vrouw van prins Philip, koningin Elizabeth. Tim de Wit werkt voor het Jeugdjournaal in het Verenigd Koninkrijk en hij volgde de begrafenis. Ja, de begrafenis was helemaal uitgedacht en prins Philip heeft toen hij nog leefde echt mede bepaald hoe vandaag eruit zou zien. Zo heeft hij bijvoorbeeld de auto waarop de kist werd vervoerd mede ontworpen. Hij heeft alle muziek uitgekozen die er gezongen werd. Dus hij heeft heel veel invloed gehad op zijn eigen begrafenis. Philip werd geboren in Griekenland, maar groeide op in Engeland. Toen hij 18 jaar werd, leerde hij Elizabeth kennen, de latere koningin. Philip was erg belangrijk voor de Britse koningin. Hij ging bijna altijd met haar mee naar officiële bijeenkomsten. De twee waren meer dan 70 jaar getrouwd. He is someone who doesn't take easily to compliments. But he has quite simply been my strength and stay all these years. Prins Philip en koningin Elizabeth kregen 4 kinderen. En hij is de opa van onder andere prins William en Harry. Zij waren er vandaag ook bij, net als andere familieleden. Er mochten maar 30 mensen bij de begrafenis aanwezig zijn. Dat is echt veel minder dan normaal. En dat had natuurlijk alles met corona te maken. Dus in die zin was het een hele kleine begrafenis. Maar kijk je naar de ceremonie, dan was die wel weer groots. Er was veel militair vertoon. Er was veel muziek. En het was in die zin wel een begrafenis. Heel erg in de traditie zoals de Britse koninklijke familie het graag ziet. In heel veel landen is er aandacht voor het afscheid van prins Philip. Dat komt omdat het Britse koningshuis de bekendste koninklijke familie ter wereld is. Ook bij ons in Nederland werd het afscheid live uitgezonden. Nou, het is deze week heel veel over prins Philip gegaan in de Britse media. Daar kon echt niemand omheen, dus ook kinderen niet. En ik denk ook dat veel Britse kinderen vandaag hebben meegekeken naar de begrafenis op televisie toen die live werd uitgezonden. En omdat er zoveel over hem werd verteld afgelopen week, denk ik ook dat veel Britse kinderen nu veel beter weten wie hij eigenlijk was.